Takedowns kun je maken vanuit de open range en een close range. Ik raad je aan om niet te focussen op één van de twee, maar bekwaam te worden in beide aspecten. Een open range is vanuit afstand waarbij er eigenlijk nog geen contact is. Bij een open range ga je vaak werken met feints. Als je naar het college wrestling kijkt, zie je vaak dat ze feints maken met hun hoofd. Juist. Op het moment dat hij jou dan niet meer gaat volgen, jij bent lager dan hem, dan maak je bijvoorbeeld de shoot uit open range. Naast de open range hebben we dus ook de close range. En de close range is waarbij we lichamelijk contact hebben met bijvoorbeeld een collar tie, double tricep, allerlei verschillende grips die we nog uitgebreid gaan behandelen. En die grips gaat gebruiken om je partner in balans te brengen en dan je takedowns te maken.